Bijzonder welkom bij namens de Rabobank Beertal en de Kranendorp. Mijn naam is Jeroen, directievoorzitter van deze bank. Het is ons groot genoeg om hier in zulke grote talen hier te mogen verwelkomen. Het was zelfs zoveel dat we mensen moesten teleurstellen. Maar ja, Prinsjesdag is maar één keer per jaar. Dus we konden geen tweede zitting realiseren, maar het was veel langzamer weer. Bijzonder om te verwelkomen, dat is heel mooi, aan het college van burgemeester Wethouders van zowel de gemeente Weert als van de gemeente Nederweert. Nou kijk, het college beide vertallen aanwezig. En ik moest van burgemeester van Beuken en burgemeester van Graden zeggen dat ze ook zij met haar college graag aanwezig had willen zijn. Maar een belangrijke bespreking dan met de commissaris van de Koningin. Het was niet spectaculair, dat zult u wel met mij eens zijn. Er werd eigenlijk helemaal niets gezegd. Er zijn dit soort van documenten meesters in. We zijn voor stabiliteit. Het zou gek zijn als dat gezegd hoe instabieler hoe beter. We zijn voor economische groei. Het zou ook gek zijn als dat gezegd van nou die groei, dat hoeft niet zo nodig meer in Nederland, we hebben het rijk genoeg. Kortom, een hele reeks van open deuren is nog wat verder opengezet. Het Koenhoesakkoord werd maar heel even genoemd. Meneer Evers, burgemeester van Nederweert. In hoeverre is de kabinetsformatie nou belangrijk voor de gemeente Nederweert? Nou, ik denk, als je aan de inwoners van Nederweert denkt, betekent het natuurlijk dat wanneer het gaat over verhoging van de btw van 19% naar 21%, geldt dat ook voor de mensen die in Nederweert wonen. Of wanneer de discussie gaat over hypotheekrenteaftrek, geldt dat ook voor de mensen die in Nederweert wonen. Maar wat ook heel belangrijk is op dit moment, dat is met name gesprekken over waar moeten wij met de zorg naartoe, hoe moet dat met de wet, wat dan heet werken naar vermogen, de wet maatschappelijke ondersteuning, de wet op de jeugdzorg. Want dat betekent dat de gemeente veel meer taken naar zich toe gebracht krijgen. En dat betekent ook dat ons huishoudboekje voor een heel belangrijk gedeelte gedomineerd gaat worden door uitgaven in het sociale domein. Heeft de troonrede u nog andere ideeën gebracht? Nee, zo'n troonrede natuurlijk niet. De koningin doet dat ook altijd op een hele goede manier, maar ook op een hele algemene manier. Zij kan er nooit echt ferme politieke uitspraken in doen. Van belang is vooral wat gebeurt er nu in de kabinetsformatie. Ik dank u wel voor uw toegift. Dank u. Tot ziens. Meneer Cardinaals van de gemeente Weert, even een vraag. De formatie, wat heeft dat voor een betekenis voor de gemeente? Nou, de kabinetsformatie zal duidelijkheid moeten geven over mogelijke bezuinigingen die nog op ons afkomen. U weet dat er landelijk bezuinigd moet gaan worden. Dat zal zijn weerga hebben op de gemeente. En er zijn een aantal decentralisaties die al dan niet, zoals voorgesteld, ingevoerd moeten gaan worden of aangepast moeten gaan worden. Dus afwachten is nu wat de formatie wordt in Den Haag? Ja, en wat daar dus de financiële vertaling van is op lokaal niveau. Ik dank u wel.